Ik ben Bas Kolen van HKV. En mij is gevraagd om wat te vertellen over datapatroonherkenning en artificial intelligence. En ja, mijn vraag waar ik het eigenlijk met jullie over wil hebben is: wat is er nou voor nodig om dat te gaan gebruiken? Dus ik laat een aantal voorbeelden zien. Ik denk allemaal prachtige toepassingen. Er zijn natuurlijk nog veel meer. Een heleboel collega's van mij kunnen enorm gepassioneerd over vertellen. Ik ook. Maar wat is er nou? Nou ja, de vraag is: wat is er nou voor nodig om dit te gaan gebruiken? Dus daar wil ik jullie in meenemen. Dat hang ik op aan het verhaal van continu inzicht. Wat is nu continu inzicht? In Limburg noemen jullie dat HIO, volgens mij. Hè? Maar dat geeft eigenlijk een real-time beeld in de status van de waterkeringen en het gebied daarachter. En waarin alle kennis van keringen die we hebben opgedaan bij beoordelen, normeren, et cetera, is gecondenseerd. Dus het is in feite statische informatie die we knopen aan waterstandsverwachtingen en aan overstromingsscenario's. En dan kunnen we dus een schatting maken van hoe ziet het veiligheidsbeeld er nu uit, hoe ziet het er morgen en overmorgen uit. En dan kun je dus op een app zou je dus zo in het gebied kunnen kijken of kun je bepalen waar je zandzakken moet leggen of nou. Hè? Maar goed, dat is wel een iets wat natuurlijk verouderd beeld. Zo kun je ook scenario's maken, wat if, oefenen, communicatie. En ook gaan kijken naar levensduurverlengend onderhoud. Hè. Dus hoe lang denk ik nou nog dat die kering meegaat als allemaal dingen gaan veranderen met het klimaat of met bodemdaling. Om even een beeld te vormen van hoe werkt dat dan. Dat is een kaart waarop de status van de waterkeringen staat. Dat zijn die kleurtjes die je hier ziet met stoplichtkleuren. Groen is goed, rood is niet goed. We winnen waterstandsinformatie in uit Waterinfo, uit Views. Dat combineren we met informatie over dijksterkte op basis van de beoordelingen, aangevuld met de HBP-kennis die we hebben. Daar definiëren we kritieke waarden in. Hè, op een gegeven moment dan is er daadwerkelijk een verhoogde kans op een overstroming. Nou, dan krijgt hij een kleurtje. En door dan die waterstandsverwachting te confronteren met de fragility curve, kun je zeggen, nou, eigenlijk de dijk is veilig of er is wat aan de hand. En dat kun je natuurlijk op meerdere momenten doen, op basis van de metingen, maar ook je verwachting morgen, overmorgen, zodat je een beeld krijgt van waar zitten de zwakke plekken en waar moet je wat gaan doen. Dat kun je vervolgens ook nog combineren met overstromingsscenario's. Dus voor ieder dijkvak kijk je dan van wat is de kans dat het daar misgaat en wat zijn de gevolgen. En vervolgens krijg je dan een soort risicokaart met allerlei zones die je ziet, waarin we niet meer... Ja, net doen alsof dat we precies weten waar de dijk breekt, maar dat weten we niet precies. Maar je kan dus wel, als je alles combineert, zien van waar zitten de zwakke plekken, waar is echt verhoogde kans op schade of echt verhoogde kans op slachtoffers en daar maatregelen op nemen. Hè. Dus dit is vooral voor de veiligheidsregio interessant, of misschien dan daarna weer voor het waterschap, dat je dit stukje dijk, want dat helpt het meest om die rode plekken tegen te gaan, hè, misschien moet gaan versterken. Nou ja, en je levensduur al verteld, dat kun je doen. Maar het probleem met al deze informatie is dat statische informatie is. Die informatie is allemaal gebaseerd eigenlijk op kennis uit het verleden. Die beoordelingen die doen we eens in 12 jaar erg goed. Zeker. Voor mij wel. Moet je een microfoon hebben volgens mij. Of niet? Ja, dat is het anders huis. We willen het wel vastleggen. Ja, ik vroeg me af welke faalmechanismen dan allemaal beschouwd worden. Ja, de directe faalmechanismen. Dus hier, toch test. Nee, werkt. Hier zit in, dit is gewoon een heel conceptueel plaatje. Maar het kan zijn hoogte, piping, macro-stabiliteit. Dat zijn de mechanismen die er nu in zitten. Maar je kan daar in feite ieder mechanisme in stoppen wat het er doet. En die bos je dan ook op. Hè. Dus die combinatie maak je dan ook apart. Dus je kan ook weer uitsplitsingen maken van waar is piping nu het probleem en waar is stabiliteit het probleem en waar hoogte, zodat je ook weet van waar moet ik naar welke maatregelen nemen. We hebben ook geleerd van het Limburg hoogwater hoe we dat nog wat handzamer kunnen maken, dat je gelijk dat kaartje krijgt, want het zit er allemaal in, maar het is ook wel handig dat je dat dan hebt en niet een opgebost kaartje. Hè? Maar dat is dus voorbereide informatie en die informatie is altijd gedateerd. Hè? Want de hoogtemetingen die je gebruikt van die waterkeringen, die zijn een aantal jaar geleden gemaakt. De grondparameters zijn een tijd geleden ingewonnen. De vraag is dan, hoe kun je dat real-time gebruiken of hoe kun je dat verbeteren
En met datapatroonherkenning en artificial intelligence. En voor mij komt het allemaal neer dus op die beheerder. Want die beheerder gaat straks ook die informatie inwinnen. En die maakt dan uiteindelijk de keuze of die informatie ook gaat gebruiken of niet. En die kan dat op allerlei manieren doen. Die kan zeggen, ik automatiseer dat gewoon, dat ik daarna overbodig ben. Maar ja, hier zit wat al nee geschud. Die zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van, nou, ik wil daar toch wel een soort check-up hebben. Want ja, misschien zijn die modellen, dat zijn benaderingen en die zijn onzeker. Maar dat is wat uit die artificial intelligence komt ook. En voor mij is het aangevulde informatie. Maar ik wil eerst bepalen of we het gaan gebruiken of niet. Hè? Dus dat, daar gaan we het met jullie over hebben aan de hand van voorbeelden die ik laat zien. Maar voordat we dat gaan doen, en dat hoort erbij heb ik begrepen vandaag, dan en toch altijd weer, hè, en wil ik je vragen dat jullie naar de Mentimeter gaan. En in die Mentimeter krijgen jullie twee vragen die erin staan en dan mogen jullie punten geven. Van 1 tot en met 10. En bij 1 denk je van, nou, dat is helemaal niet mee eens. Of dat geloof ik niet. En bij 2, of bij 10 ben je heel erg overtuigd. En de eerste vraag is, weten we door datapatroonherkenning en artificial intelligence echt meer? Dus vergroot dat onze kennisbasis? En de tweede vraag, ja, je mag switchen naar die Mentimeter. De tweede is dan echt de gewetensvraag. Gaan we het dan ook echt gebruiken? En durf je het dan ook te gaan gebruiken met alle beperkingen van dien? Oordeel afleidt van wat je verwacht of wat mensen. Oh, sorry. Bij de tweede vraag hangt denk ik ook echt wel van af of het oordeel van artificial intelligence afwijkt van wat je zelf had gedaan of zelf van plan was. Ja. Als die 100% de andere kant op stuurt, dan is het natuurlijk veel moeilijker om naast je neer te leggen dan als het in je straatje past of bijna in je straatje past. Ja. Dus je wil eerst kijken of het past bij het beeld wat je had verwacht. Hè? Dus het algoritme moet even op examen en als het slaagt dan. Nee? Ja. Nou. Dus niet zomaar. Hè? Mm-hmm. Wie wil nog meer hierop reageren? Het is iets lager, hè, die gewetensvraag. Dus blijkbaar weten we het wel, maar dan gebruiken is toch lastig. Ja, ik denk ook dat de vraag is of je het model echt gaat gebruiken of dat je de uitkomst gaat gebruiken. Dus het helpt je, denk ik, die bovenste om meer inzicht te krijgen. Dus misschien ga je het meer onbewust gebruiken, omdat je kennisontwikkeling op die manier een stap verder komt. Oké. Okay. Wie heeft er wel eens AI gebruikt? Gewoon echt als instrument om te bepalen wat hij gaat doen? Dan mag Joost niks zeggen. Die, Ja, Bas, ik heb een klein vraagje eigenlijk. Over het toepassen van dit soort zaken. Je weet soms ook niet waar dingen misgaan. Hè? Ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden Wijnand Evers ergens een verzakking in het binnenteluut had geconstateerd. Dat hebben ze helemaal uitgegraven. En dat bleek, volgens mij was daar een graverij, sprake van graverij. Maar als iemand hem had gezegd, waar gaat het mis bij dit dijkvak, was dat stukje nou nooit het vak geweest waarvan hij gezegd had van, dat gaat mis, want dat was top. Ja. Beheersoordeel, berekeningen, alles. Dus het model zei, geen probleem. Maar onzichtbare schade door graverij of dus hoe ga je daar dan mee om? Is dit ook een lerend systeem? Zit er ook AI in dat je. Oké, heel goed. Mooi. Is straks denk ik een van de discussiepunten. Want voor mij is dit wel. Ik heb de vraag niet voor niks zo gezegd. Van het model kan het berekenen. Maar stel nou dat het datapatroonherkenning of AI had voorspeld op die plek. Ga je een probleem hebben met graverij of zo? Hè? Ja, had je dat dan geloofd? Of denk je dan van ja. Nou, daar geloof ik niks van of zo. Hè? Dus ben je het dan ook bereid om het te gebruiken? Net zoals dat we eigenlijk de fysische modellen gebruiken, die we dan wel geloven, waarin we net doen alsof het dat de waarheid is. Hè? Wat natuurlijk ook schematisaties zijn. Oké, als we teruggaan naar de PowerPoint. Dat kan ik niet zelf. Ja. Enkele gedachtes die hierbij een rol spelen over het gebruik van AI in relatie tot modellen, is dat de informatie is altijd verouderd. Hè? Dus met AI zouden we dat kunnen actualiseren. Hè? Dus een beetje de romantische gedachte, dan weten we het beter.
En die modellen, dat is ook altijd toegespitst op dat moment, terwijl in die berekeningen die wij maken, bijvoorbeeld voor faalkansen met de fragility curves, is toch een combinatie van windrichtingen en zo die we allemaal samen nemen. En dat heb je op dat moment niet, hè. Dus ze zijn veel nauwkeuriger. Maar de vraag is dus of ze ook aanvullen, geven ze dan ook echt meer informatie. Dus laat ze iets zien wat we nog niet wisten. Dan hebben we het over vertrouwen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, hè. Dus dat algoritme, dat proces de boel, dat komt naar jou met een kaart en dat zegt het zo in elkaar. En ben je dan bereid om dat te gaan geloven? Bij de modellen doen we dat wel, maar daar hebben we natuurlijk decennia lang mee geoefend ook. Om dat voor elkaar te krijgen. En, ja, en de vraag is al of je ze gelooft, hè. Maar vertrouw je de uitkomst? Het punt van leren, de vierde bullet, wat jij al zei, Arjen, hè, van... En een beetje vooruitdenkend kunnen we het nu zo organiseren dat er eigenlijk interactie is tussen die modellen, de AI-algoritmes, maar ook de beheerder, hè, dat ze elkaar leren. Want we zitten toch allemaal te kijken naar die extremen die we nooit hebben meegemaakt. En nou ja, waar moeten we nou de aandacht op leggen en wat is nou goed en wat is fout? En ook in onze eigen ervaring, hè, hoe kunnen we dat nou verrijken met dit soort technieken? En wat wij dan ook nog zien is een aantal ontwikkelingen, dat er heel veel behoefte is aan... Ja, reproduceerbaarheid, objectiviteit bij inspecties. Hè, dus dat het duidelijk is van wat er dan uitkomt en wat niet. Nou, dat kan een algoritme. Dat is in ieder geval objectief. Hè, dus dat, je kan het ook vastleggen. Daardoor kun je mooi goed vergelijken in de tijd. En je zou misschien het ook kunnen gebruiken om je aandacht te verdelen. Want zwakke plekken die je al een keer had gezien, die je weer uitkomen, ja, die geloof je wel. En dan kun je opgaan naar nieuwe zwakke plekken. Hè. Dus dit zijn een beetje... nou ja... Hou dit vast voor de discussie dadelijk. Dan is de vraag van hoe moeten we dat gaan gebruiken. Het ideale treintje, ook in continu inzicht natuurlijk, is dat je, als je het kan aanvullen met wat je al wist, hè, dat je hebt data, je vliegt met een drone of een satelliet of een foto of whatever. Dan gooi je het algoritme overheen, dan heb je die resultaten en dat gooi je dan bij het waterschap naar binnen en de mensen gaan aan de gang. Klippen klaar, weten precies wat ze moeten doen. En hoe gaan we dat doen? Overroelt het dan gewoon alles wat we al wisten? Want dit is altijd beter. Of is het een aanvulling op wat we al wisten en zit daar dus eigenlijk nog die beheerder tussen? Die dan keuzes maakt over wat wel en niet te gebruiken. In feite wat jij net zei. Hè? Nou, omdat, daar met jullie discussie over voeren. Maar eerst dan nog even wat voorbeelden over ontwikkelingen of toepassingen van artificial intelligence uit de praktijk. Dit is een voorbeeld van Hollands Noorderkwartier. Over de Purmer, regionale waterkering, waarbij is gekeken naar macrostabiliteit. En waarbij normaal eigenlijk vaak ja, de belasting relateren aan de oppervlaktewaterstand, is dat hier niet zo belangrijk, want die waterstand op de Purmer die is altijd hetzelfde. En het gaat vooral over de phreatische lijn. En die phreatische lijn, daar hebben we eigenlijk geen voorspelling van in de toekomst. Er zitten wel enkele pijlbuizen in, dus je weet hoe die zich heeft gedragen. Maar ja, wat is die nou morgen of wat is nou overmorgen als het gaat regenen en moet je dan wat met die Purmer? Dus daar is een algoritme gemaakt, een AI-algoritme, om op basis van de meting... Oh, dan ga ik de verkeerde kant op. Op basis van de metingen, in combinatie met neerslagverwachting en de verwachting van verdamping, eigenlijk een schatting te maken van dit is de phreatische lijn die we verwachten, morgen en overmorgen. En dat algoritme is getraind op een dataset van waarnemingen. Hè, om op die manier eigenlijk een soort voorspelling te hebben van, ja, om de faalkans van macrostabiliteit te bepalen. Het tweede gaat over scheurdetectie. Er zitten allemaal scheuren in waterkeringen, bij droogte, soms bij nattigheid. En hier is een algoritme gebruikt uit de medische wereld, wat dan kijkt naar ogen, ziektes in ogen. En wat een algoritme wat speciaal op is getraind om eigenlijk met heel weinig informatie toch uitspraken te kunnen doen. En wat je hier ziet is op basis van luchtfoto's, is dat het algoritme in staat is om nou ja, een aantal van die scheuren, zoals die in de foto's zitten, om dat te reproduceren. Dan blijft natuurlijk ook de vraag over, is zo'n scheur nou een probleem? Maar goed, dat zou misschien een volgende stap kunnen zijn. Het derde voorbeeld is verschildetectie op basis van luchtfoto's. Kunnen we in kaart brengen van uit het verleden van waar de verschillen zitten. En ook, dus ook dat is een kun je algoritme voor maken wat hier is gebruikt. Volgens mij is het een voorbeeld ergens bij Schieland en de Krimpende Waard. Maar waarbij je kan
zien van, hey, is er nou iets veranderd in de omgeving, wat je bijvoorbeeld zou kunnen linken aan inspecties, resultaten, dat je ergens een zwakke plek ziet of opeens kwel ziet of een afschuiving van, zijn er nou ook dingen veranderd? Hè? Wat is de oorzaak? En in deze foto is alles wat rood is, dat is echt veranderd. En dan gaat het natuurlijk om de maat van verandering, maar er is opeens een gebouw bijgekomen daar, waarvan de vraag is of dat mocht staan. Volgens mij is dat een zwembad. Maar dat, vierde voorbeeld, gedaan voor Arthur. Automatische detectie van wellen. Hierbij is gevlogen met een drone, met infrarood. En vervolgens is gekeken met, ook met, naar kleuren. En is een algoritme ontwikkeld om te kijken van, kun je uit die informatie nou halen of er ergens wellen zijn of niet. In deze studie is ook nog naar gekeken van, nou, het algoritme voorspelt er is een wel, maar in werkelijkheid zien we helemaal niks. Hoe kan dat dan? Is er bijvoorbeeld stroming of zo die dat vrij lastig te zien maakt? Of en waar zaten we goed en waar zaten we fout? Hè? Dus dat is geprobeerd ook om, dat, nou ja, om daarin dat algoritme te verbeteren. Maar ook dit soort technieken die zijn er dus en het kan allemaal beter. Hè? Even dat voorop gezegd. Je ziet daar zo'n kopsloot, zeg maar, hè? Waardoor er minder tegendruk of weet ik wat is. Dus eigenlijk had je dat kunnen bedenken, maar nou meet je het ook. Helpt dat het systeem ook om daar dan alert op te zijn, op dat soort situaties? Ja, dat durf ik niet te zeggen, hè? Want ik kijk hier vooral naar, ik mag hopen van wel, hè? Dat je ook bedenkt van, nou, als je dit soort dingen ziet, dan ga je ook of beheermaatregelen nemen, die je misschien van tevoren neemt, waardoor dit niet kan voorkomen. Maar het helpt jou ook om in controle te zijn van wat er gebeurt en dan keuzes te maken. Maar ik weet niet, Arthur, wil jij daar... heb jij... Hoe zeg ik het nou het best? Of wat is het dan? Dit is in het Betuwepand waar het nogal kwelgevoelig is. En een aantal kwellen zijn wel bekend. Maar de bedoeling nu met deze methode is om, voordat het hoogwater wordt, hè, dus al met een behoorlijke verhoging, dat we automatisch met een drone een vast traject vliegen. Waar we met dat algoritme, zal ik maar zeggen, die plaatsen zien. En dat al voordat de inspecteur naar buiten gaat, dat hij zicht heeft op waar de kwellen zitten. Want soms is het weer zo slecht dat je dus gewoon met het blote oog die kwellen niet goed kan zien. En dan kan hij zien of er nieuwe kwellen bij zijn gekomen. Het is nogal echt, het is gewoon oud moeras. Dus het is een hele slappe bedoeling daar. En dit is wel heel waardevolle aanvullende informatie voor de inspecteur. Zeg maar. Ja. Maar ik denk het bruggetje ook op de vraag van jou, Arjen, van als je dit ergens anders zou toepassen in sloot en je hebt daar de kans om slootpeil op te zetten, ja, dan kun je dat natuurlijk, zou je het kunnen doen. En dan zou je het weer kunnen testen om te kijken of er dan ook echt minder wellen zijn, hè, of dat gaat werken. Het meten van vervorming, dit is de film van de Eikdijk. Iedereen denk ik wel bekend. En wat er in dit filmpje gebeurt, is dat je gaat kijken van, zien we nou die dijk, zien we nou beweging hierin? Nou, op dit moment ziet natuurlijk iedereen dat de boel beweegt, hè, als de boel instort. Maar je ziet ook heel duidelijk in het begin van dat filmpje, zie je ook al beweging, terwijl dat eigenlijk op het blote oog nog niet waar te nemen is. He, dus ook dit is, denk ik, erg interessant om te kijken van, ja, naar het gedrag van waterkeringen, gaan ze bewegen of niet? En is die beweging, wordt die nou opeens dan erger dan eigenlijk dan hoe die normaal gesproken al beweegt? En dit is gewoon puur op basis van camerabeelden op het filmpje wat op internet staat. He, dus dat is ook... zulke goede kwaliteit is ook niet echt nodig. Dus. Laatste voorbeeld is objectherkenning.
Hier is een algoritme getraind wat op basis van wederom met een soort droneboot informatie verzamelt met de 360 graden camera en die gaat op zoek naar objecten. In dit geval duikers en leidingen. Dan kun je een soort waarde opgeven van hoe nauwkeurig moet je zijn. Dus hoe nauwkeuriger, dan zal de foutmarge kleiner zijn in de zin van alles wat hij toont, dat zal echt wel kloppen. Maar hij mist misschien ook wel wat. Zeg je het mag wat minder nauwkeurig, dan, ja, dan vangt hij dus ook dingen die geen leiding of duiker zijn. maar hiermee wordt, dit is in feite gemaakt om het beeld te toetsen met de legger van het waterschap. Dus hebben we nou alles wat er aan objecten is, zit dat in de legger? En dat is van belang als we automatisch modellen bouwen, meer in het waterbeheer, dat dan ook die objecten erin zitten. Maar deze technieken kun je natuurlijk ook gebruiken tijdens een hoogwater of tijdens inspecties om te kijken of de boel er nog bij ligt zoals het zou moeten liggen, waarbij het gaat trainen op andere mechanismes. Dat als voorbeelden. En dan heb ik vervolgens 6 vragen die ik jullie waarover hoop ik met elkaar in het gesprek gaan. En als je denkt, je stelt niet een goede vraag, dan zou ik zeggen, dan passen we dat gewoon aan. Kijk, dan kan ik dat ding wegleggen. De eerste vraag aan jullie. Jullie hebben voorbeelden gezien, misschien ook eigen voorbeelden of eigen gedachten erbij. Waar denken jullie, wat is nou jullie beeld waar de toekomst zit voor datapatronen, herkenning en AI? En dat kan zijn in de techniek, hè? Dus waar ga je toepassen? Maar misschien ook wel in termen van organisatie, of hoe we daarmee om moeten gaan. Of dat de vervanging is of een aanvulling op instrumenten. Exoten, zegt iemand. Wie heeft dat? Dan krijg ik een microfoonprobleem natuurlijk. Nee. Nee, ik bedoelde echt. Mag ook, maar ik bedoelde de echte exoten die er ook bij stonden. Nee, niet die foutje. Nee, kom dadelijk. Je had exoten. Dat klopt, ja. Dat je exotische planten op de kering beter kan herkennen die je er absoluut niet wil hebben. Oké. En dat heeft dan te maken met de dicht of de hardheid van de wortels of zo, of het gewas? Of, Ja, je wilt gewoon niet de doorworteling in je dijkbekleding hebben. Hè? Je wilt ook geen gaten hebben nadat zo'n exoot afsterft. Oké. En sluit dat aan bij jouw begroeiing? Ik denk dat het inderdaad breder is. Alleen maar exoten. Ik denk dat het breder is dan alleen maar exoten. Exoten is inderdaad een mooie bijvangst. Maar je kunt volgens mij veel meer daarmee doen. Je kunt de structuur van je gras, kan je er ook mee monitoren. Hoe gezond het is. Je kunt bomen op keringen herkennen. Maar je hebt vooral heel veel datasets nodig om deze zaken allemaal goed te eiken. Ik denk dat je daar ook nog wel op komt. Want je hebt heel veel input data nodig, ook heel veel data waar de situatie goed is. Ja. En niet alleen maar waar je anomalieën hebt op je waterkering. Dus dat is wel een ding, denk ik, waar we goed over na moeten denken. We moeten hele goede testdatasets hebben. Ja, is de volgende. Ja. Maar dan concludeer ik ook dat je dus wel denkt van het heeft echt wel toekomst. Ja. Hè? Ja. Ik ben als beheerder zou ik het ook veel gebruiken om gewoon voor inventarisaties, voor uitvoering. Niet zozeer alleen voor schadebeelden. Ik zit op de regionale keringen. En ja, we hebben gewoon heel veel bebouwing, heel veel objecten die we willen inventariseren. En we hebben hele goede luchtfoto's. Ja, en dan is het wel handig om met een programma al te kunnen zien van hoeveel schuurtjes staan er en wat betekent dat voor de uitvoering.
Dus dat soort. En de uitvoering, dan moet ik denken aan versterkingen of onderhoud? Wat, ja, onderhoud. Kijk, we hebben nu ook hebben we 140 tuintjes die we moeten ophogen. Ja, ja, ja. En daar staat van alles op en in. Ja. Nu gaan we daar nog speciaal met een bootje langs. We moeten het allemaal visueel opnemen. Ja, ja, ja. Ja, als je dan een programma hebt die dat voor jou doet, dan scheelt dat dan. Ja. Ja, dus jij zou eigenlijk niet op zoek zijn naar iets van wat de verschillen laat zien, maar vooral eigenlijk de lastige objecten voor, nou ja, voor onderhoud in kaart brengen. Ja. Hè? Dus ja. En ik zie het ook echt als ondersteuning. Het is niet de vervanging. Ik zal ook altijd een, als met schade, zal er altijd een inspecteur nog naartoe gaan om te checken of het wat de ernst is. Ja, en zou het dan denkbaar zijn als we dit dan 10 jaar doen, hè? En dat je op een gegeven moment denkt van, nou, nu ben ik wel zover dat ik dat het algoritme misschien al zover hebben verbeterd. Hè? Dat je dat dan ook zonder tussenkomst van die inspecteur durft te doen. En dat je zegt van, alleen de echt belangrijke dingen, daar kijkt die inspecteur dan nog even naar. Ja, je zal het wel gebruiken voor prioriteit, prioriteren. Maar een inspecteur, een mens, die kan niet, die zal dat altijd nog blijven doen, denk ik. Ja. Ja. Toch het stukje beoordeling, ervaring, ja. Het gebied, het 3D of de menselijke inbreng zal altijd wel belangrijk blijven. Ja. Dat, ik zie veel ook reproduceerbaarheid zie ik. Hè? En inzicht in degradatie, dat betekent dus ook dat je weer een situatie daarvoor moet hebben. Hè? Dus er zit ook een beetje reproduceerbaarheid zit erin. Onderbouwen van keuzes. Hoogwater staat erin. Heeft iemand een beeld bij hoe dit nou zich verhoudt tot de bestaande modellen, de fysische modellen die wij hebben? Wie daar een beeld bij heeft? Of het model misschien wat in ons eigen hoofd zit, hè, als beheerder? Zijn dat nou concurrenten van elkaar? Ja, jij noemde al een beetje aanvulling, maar dan. Een collega van mij die heeft net een heel aantal analyses met verschillende modellen op erosiegebied gedaan. We hebben het er net over gehad. En dan vraag ik van, nou, wat is dan de grote X-factor? Nou, dat was in dit geval was dat een dier die aan het graven was. Volgens mij krijg je door deze datapatroonherkenning te koppelen aan uiteindelijk nieuwe type modellen, krijg je een completer beeld van hoe je waterkering er uiteindelijk bij ligt. He, want dit is dan datapatroonherkenning met foto's. Nou, als je die kunt combineren met andere dijksterkte modellen, dan kom je dus eigenlijk op een, in mijn ogen, een soort situatiespecifieke getuned model. Oké, dus jij zegt niet of de een of de ander, maar het zijn aanvullingen op elkaar. Ja, he, want het is niet zo dat het ene faalmechanisme speelt of het andere faalmechanisme. Die dijk waar piping zit, daar graaft ook een vos of een das in. Ja. Dus ja, dat is hier ook zo. Ja. Dan gaan we door naar de volgende. Het zijn allemaal woordwolken, hè? Dus dat is dan. Wacht, dat doen we eens een keer wat anders. Maar. De vraag is, je net al gezegd, hè, van of datasets heb je nodig om te trainen. Helemaal mee eens. Hè? En ik denk, hoe beter die datasets, hoe beter het antwoord. Ik denk dat je ook goed moet weten van wat het bereik is van die datasets is. Hè? Dus als je situaties hebt die er buiten vallen, dat je dat ook moet herkennen. Want dan zit je toch een beetje te extrapoleren in iets waarvan de vraag is of je dat precies weet. Maar hoe komen we nou aan die goede datasets? Want dat is ook wel een uitdaging die wij zien in projecten. Je hebt vaak vanuit het project is er wel een dataset. Maar die is altijd klein. En eigenlijk wil je echt grote datasets. Waarop je dan die modellen kan trainen. En dan kom ik in een van de volgende stellingen kom ik nog terug op de beheerder. Die, wat zijn rol dan, denk ik, is. Data uitvragen in plaats van rapport. Maar goed, hè, dan krijg je iedere keer een nieuw bestandje. Dus ik zie dat al voor hoe wij dat doen. Hè. Dus stuur je iedere keer naar hier, heb je de data, plof. Dan krijg je een paar gigabyte in de mail. En dan, hè. Dus ik denk ook dat we moeten nadenken, hoe slaan we dat op? Warehouse gebruiken. Benut andere systemen.
Kijk, ik denk dat dat... alles wat die staat is denk ik waar. Hè? Als ik bijvoorbeeld kijk naar die scheurdetectie... Dan ben je eigenlijk ook op zoek naar een heleboel foto's van scheuren. Maar ook met het oordeel misschien nog wel van de beheerder erbij. Hè? Van, is het nu een gevaarlijke scheur of is het geen gevaarlijke scheur? Zodat je dat ook aan het algoritme kan meegeven. Dat hij ook daar een ordening in kan aanbrengen. En wat mijn beeld nu is dat heel gefragmenteerd in ieder geval wordt opgeslagen. Of als het al wordt opgeslagen. En dat het vaak met het doel is voor de inspectie of tijdens een crisis. Maar niet om naderhand ook nog onderzoek naar te doen. Hoe benut je nou eigenlijk de verschillende data die je hebt, satellietinformatie, je hebt misschien ook waterkwaliteitsinformatie, je hebt tegenwoordig kun je met DNA-sampling kijken of in een watersysteem muskusratten zitten. Je hebt allerlei informatie. En ik heb een keer op de waterbedag volgens mij van jullie ook een of andere analyse gezien, een datalandschap waarin big data in allerlei pukkeltjes te zien was, waarbij ook hele gekke combinaties te zien waren, waarbij je denkt van wat heeft dat nou met elkaar te maken, maar blijkbaar zit er dan een verband en dat haalt dan zo'n AI-systeem haalt dat er dan blijkbaar uit. Maar dan moet je wel dat voeden met al die informatie, zodat je weet waarover graverij met die DNA misschien logisch is of niet. Of dat er waterkwaliteit of temperatuur of jaargetijden of er zijn allerlei dingen die biologische activiteit natuurlijk meer of minder logisch maken. Dus dat moet je voeden. En dat zijn enorme hoeveelheden data. Dus hoe verwerk je dat? Maar hoe combineer je het ook? Ik heb geen idee. Nee. Maar, ik ook niet. Dat was mijn vraag. Nee. Nou ja, kijk, ik denk de kunst is wel dat we dat met elkaar als het ware gaan opslaan om die datasets te vergroten. En ook van verschillende waterschappen misschien te combineren en ook daar de ervaringen bij te halen. Het voorbeeld wat jij noemde is self-organizing maps, denk ik, wat je dan hebt gezien. Daar leg je allerlei datalagen eigenlijk over elkaar. En dan ga je kijken, zitten daar relaties in? En dan krijg je een kaart waarin eigenlijk alle dingen die op elkaar lijken, die worden dan in een bepaald hoekje bij elkaar gestopt. Dat is dan een cluster. En daar kun je dus wel, daar kun je eigenlijk door laten verrassen. Die staat hier niet bij als voorbeeld, hè, maar... blijkbaar hebben die dingen met elkaar te maken. Niet dat ik het begrijp of zo, hè? Maar blijkbaar is het wel, zegt de data dat. En dan kun je dus vervolgens gaan bedenken van ja, kan ik dat dan ook begrijpen? Hè? Of is het zo? De voorbeelden die ik net noemde zijn allemaal wel waarin je gericht op zoek bent naar welke informatiebronnen zeggen wat over dat probleem wat ik hier aan het oplossen ben. Ik denk, volgens mij, dit is voor mij meer een oproep, hè, om te zorgen dat we dus eigenlijk grote trainingssets gaan maken van het hoogwater. Ik denk ook bijvoorbeeld dat jullie in Limburg hebben gedaan, hè, dat extreem waardevol kan zijn om dus ook die waterkeringen te beoordelen en daar dus weer algoritmes op te trainen om te kijken van hoe goed zijn nou die inschattingen die we maken. En als we dat nou eens in Rivierenland gaan toepassen, hoe... dat krijgen we dan te zien, hè? En klopt dat een beetje? Of denken we dat... Nou ja. We gaan naar de volgende, Stefan. Ja, dit is... hier komt die beheerder, denk ik, dus terug. We hebben straks allemaal algoritmes bedacht. En wat is er nou voor nodig om te bepalen... dat je het algoritme ook gaat toepassen. Dus is daar een soort criterium voor? Hè? Dus wanneer ben je nou bereid om dat echt te gaan gebruiken? En de tweede zin is eigenlijk wat een collega van mij gekscherend had gezegd. Misschien moet het algoritme wel op examen eerst bij de beheerder. En als die slaagt voor dat examen, ja, dan mag je het daarna gebruiken. Maar goed, er zijn vast andere gedachten. De herexamen, ja, of terugkomen, ja. Dat is gewoon, ja.
Ja. Na veelvuldige verificatie. Dus het is een flink examen. Open overheid, die heeft dat. Ja, ja. Anders gaat het niet goed. Nee, je hoort natuurlijk in de media laatst het veel over de algoritmes van de Belastingdienst. Ja. Dus dan hadden we dacht vroeger al welke vraag nu eigenlijk. Van ja, in hoeverre zijn de algoritmes open of controleerbaar? Is het een soort van if-else lijstje of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ik denk dat wat mij betreft is ik zou zeggen dat het algoritme altijd open is. En want volgens mij is ook je probeert het ook continu te verbeteren. Dus je wilt het ook continu challengen. Klopt het nou? Hè? Dus ik denk dat ze open moeten zijn. Ja, ik denk dat ook een algoritme wel eens relaties bloot kan leggen die je misschien liever niet wil weten. Of die een beetje pijnlijk zijn. Ja, ja dat is... Is dat erg? Nou, dat denk ik niet. Dus ik denk dat dat andere problemen bloot legt waar je misschien wat aan moet doen. Maar ja, dat is me net... Ja, het is niet altijd fijn om dat te horen. Dat denk ik ook een... ik had net eentje de proefperiode gezegd, hè? Dus validatie, continu herhalen. Maar iemand had ook gezegd open overheid. Dat was ook... Ja, maar dan gaat het over transparantie en ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de modellen, denk ik ook. Hè? Dus dat je dat, en eigenlijk ook wel voor jou als beheerder, dat je dat ook open met elkaar in gesprek moet kunnen gaan om te kijken van ja, waar zit nou... ja, verbeterpunt. Of heb ik het altijd verkeerd ingeschat? Oh, zit het zo? Nou, mooi. Wat wordt in de algemeenheid binnen de AI-wereld... ik heb er nog niet zo gek veel ervaring mee... maar wat wordt als een percentage gezien... waarin een model redelijk de werkelijkheid benadert? Poeh, nou, dat vind ik een hele... geen idee... Maar sigma, 2 sigma? Of? Nou, nee, ik durf dat niet te zeggen. Ik zou het eerder willen omdraaien. Ik denk dat de beheerder zelf gewoon bepaalt wanneer die het geschikt vindt om het te gebruiken. En denkt van ja, nu is het voor mij aanvullende informatie ten opzichte van wat ik gewoon zelf weet. De modellen die ik heb. Dus ik denk dat je dat... Dus zo zou ik het willen benaderen om echt te kijken van waar heeft het nou aanvullende informatie gehad... Want er kunnen ook best dingen uitkomen die je misschien nog wel wist. Of die helemaal niet uitmaken voor de keuzes die je maakt. Nou, dan hoef je het ook niet te gebruiken. Hè? Dus ik denk dat het criterium, dat zijn wij zelf als beheerder, denk ik. Ja, in de praktijk gebruiken wij ook bij Delfland voor de indicatie van de droogte. De spijindex. Ja. De spij, moet ik nou eigenlijk zeggen. Maar goed. En op bepaalde plekken wijkt dat gewoon significant af. Van wat je in het veld ziet. Zeker. Dus je moet eigenlijk gewoon altijd, net als een meteoroloog, altijd naar buiten blijven kijken. En ook je onderbuik af en toe gewoon vertrouwen. En zeggen van nou, die spij die zit dan wel op min 1,2. Maar er zijn een hele hoop factoren die ervoor zorgen dat het eigenlijk misschien wel... niet noodzakelijk is om die droge dijken te gaan inspecteren. Dat zou kunnen. En volgens mij hebben jullie daar ook naar gekeken... Hè? Met de proeven die jullie hebben gedaan. En dat sommige dijken misschien wat minder droogtegevoelig zijn. Maar ik denk dat je heel goed moet weten welke hoe het algoritme werkt, zeg maar. Dat je weet welke informatie erin gaat en welke informatie niet in gaat. En als dat wel van belang is, dan voldoet eigenlijk je algoritme niet. Hè? Dus dan moet je heel goed oppassen met de antwoorden, wat eruit komt. Hè? Dus het is, je moet het wel snappen. Misschien niet helemaal precies hoe het werkt, maar je moet wel daar een gevoel bij hebben van wanneer kan ik het wel en niet gebruiken, denk ik. Feedback loop, eens denk ik. Hè? Bijzonderheden altijd. Wie heeft dat gezegd? Want dat vind ik... Ja, ik bedoel het met als je een algoritme hebt wat goed getraind is en het
komt dingen tegen die hij al lang herkent. En met 99% herkenbaarheid, dan kan je er vaak van uitgaan, lijkt mij. Maar als je zaken tegenkomt die nieuw zijn, er staat iets nieuws, een nieuw exoot of een nieuw soort scheur. Nou, dan wil je dat graag wel onder de loep nemen. Dus als er bijzonderheden zijn, wil je altijd wel dat de beheerder zelf even checkt. Zeker. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja, en de vraag is zelf of een algoritme zo'n bijzonderheid kan ontdekken. Hè? Want het is natuurlijk getraind op een dataset en als het daar niet in zit, dan... Hè? En er is ook nog een ander dingetje, denk ik, wat een rol speelt. We hebben ook met AI een beoordeling gedaan van alle waterkeringen in Nederland. En stel nou dat er uitkomt dat je alle waterkeringen kan beoordelen en dat we 90% van de waterkeringen voldoet aan de eisen, maar 10% niet. Hè? Welke zijn dat dan? Hè? En als je dan wel aan een soort wettelijke toets moet voldoen, dan moet je toch nog overal... Nou ja, Of gaan kijken, hè? Of als je het met 90% nauwkeurigheid kan doen, van waar zit dan wat er niet aan voldoet, zeg maar. Hè? Dus het is daar denk ik ook vooral een hulpmiddel en het gaat niet jou het absolute antwoord geven. Stefan, hoe streng zijn we met de tijd? Is dat redelijk streng? Oké. Nou, dat leren, ik denk dat we het hier al over hebben gehad. Hè? Dus we gaan van elkaar leren. Volgens mij zijn we het erover eens. Gaan we door naar de volgende. Ja, dit is de laatste ook. Dan is eigenlijk natuurlijk de vraag van waar zouden we nu kunnen beginnen? Hè? Dus zijn er echt concrete voorbeelden nu in de huidige praktijk waar we daadwerkelijk ook die stap kunnen gaan maken? Nou, er gebeurt her en der natuurlijk al wat, hè? Maar om het echt in het beheer of in het gebruik mee te gaan, gebruiken en te gaan doen. En ja, kijk... En dit zijn allemaal dingen die kunnen, hè? Maar is er nou ook, als ik het anders voel, is er nou ook iemand die denkt van, nou, wat ik heb gehoord en wat we straks denk ik ook nog gaan horen, hè? Van, hier ga ik morgen mee beginnen of zo, of de komende maand. Hè? Of dit is nou echt iets wat ik, een stap die ik kan gaan zetten hiermee. Heb jij een bepaalde polder op het oog, Wouter? Nee. Als 3 jaar geleden was misschien wel, hè, maar die polderdijken die zijn nu al allemaal aan het gaan. Nee, maar waar nu dus heel veel van weet, bijvoorbeeld de Purmer, hè, waar heel veel de komende jaren... Bijvoorbeeld de Purmer, waar heel veel de komende jaren gemeten en onderzoek gaat worden gedaan. Zodat je heel veel achtergronddata en informatie hebt om waarnemingen die je doet te kunnen... hopelijk mede te kunnen verklaren met de andere data en informatie die je beschikbaar hebt. Ja. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Kijk, Polders to See staat er wel tussen, Wouter. Ja, ja. Wie heeft dat gezegd? Want Wouter... Adios. Ja. Ja, het mooie data is natuurlijk wel dat er heel veel data is verzameld. Dus waar ik misschien naar een trainingsdataset of zo begint AI ook met het vinden van correlaties. Ja. Dus benutten de data die natuurlijk in allerlei testen al zien genomen. Ja. Ja, en ik weet ook niet bijvoorbeeld of de inspectieresultaten zelf op trainingsdataset kunnen gebruiken. Hè? Of misschien ook wel de ervaringen in Limburg. Echt schat aan informatie. Ja. We hebben tijd voor nog één vraag. Opmerking. Dan mag de vraag dan later nog. Hè? Wij zijn druk bezig met de programmering van onderhoud. En we hebben allerlei met betere
knip- en plakwerk die hoogteanalyse gedaan. Maar je wil eigenlijk ook de voorspelling doen van wanneer is een waterkering weer aan de beurt om onderhoud te plegen. Ja. En nu houden we hem 1 keer in de 10 jaar aan, maar misschien is het 1 keer in de 15 of 1 keer in de 5. Ja. En dat zou wel al veel schelen voor ons. Ja. Ja. Wat dat, zodat je echt meer jaren programmering kan uitvoeren. Ja, leuk. Ja, dat kan denk ik ook al zonder AI. Maar dat, ja, het kan. We hebben het gedaan, maar het kost heel veel tijd en heel veel. Ja. En we hebben FlyMap al 4 keer en het is een heel veel data. Ja. En dan zou het goed zijn als je een of andere iets hebt die je gewoon even een week laat pruttelen. Zeker. En, ja, leuk. Je echt heel gedetailleerd iets hebt. Mooi. Wil jij er jij nou? Of? Mag dat nog? Ja, nee, maar ik heb toestemming gevraagd, Wouter. Ja. Even heel kort, hè, want je had op een gegeven moment, Bas, een vraag aan de zaal van heeft algoritme of AI een toekomst? Ik denk eerlijk gezegd dat het de toekomst is. Hè, dus dat komt op ons af. De vraag is wanneer we het allemaal in de breedte gaan toepassen. En zelf zie ik echt toegevoegde waarde. In mijn verhaal heb ik ook aangegeven, we gaan naar klimaatsverandering. Dat wordt extremer, dus we gaan eigenlijk het onbekende tegemoet. Ja. En natuurlijk helpt de ervaring die je dan hebt, hè, als je terugkijkt naar het verleden. Maar juist dat onbekende, ik denk dat daar AI ons heel erg in gaat helpen om ons daar een beeld bij te vormen. Ja. En dus het ontslaat ons niet om niet verder na te denken. Dat zullen we altijd moeten blijven doen, maar ik denk dat het de toekomst is. Ja. Nou, mooi. Mooie woorden om, om af te sluiten, denk ik. Er valt weinig aan toe te voegen. Nou. Ja, dankjewel. En, Mooie interactie. Dat was de bedoeling. En veel plezier nog vandaag. Ja.